deze video gaan we een voorbeeld laten zien hoe je dus rekent met permutaties bij gelijke elementen. En we doen het weer aan de hand van een woord, alleen nu heb je meerdere letters die gelijk zijn. Nou, wat we even aanraden, het woord verkeerslicht, daar willen we weten hoeveel permutaties er te maken zijn met deze letters. We raden even aan, pauzeer de video en kijk eens of je dit zelfstandig kunt berekenen zonder de uitleg gezien te hebben. Oké, het woord verkeerslicht. Daar zien we dat zowel de E's als de R'en meerdere keren voorkomen. Er zijn 3 E's en 2 R'en. Nou, even wat informatie. Er zijn dus 13 letters, dus totaal zouden dat dus 13 faculteit mogelijkheden geven als we geen dubbele letters zouden hebben. De 3 E's zorgen voor 3 faculteit dubbele mogelijkheden. En de 2 R'en die zorgen voor 2 faculteit dubbele mogelijkheden. Dus we gaan delen door 3 faculteit, maar ook delen door 2 faculteit. Kortom, 3 faculteit en 2 faculteit ga je door delen en dus die vermenigvuldigen met elkaar. Dus je krijgt 9 faculteit gedeeld door 3 keer faculteit keer 2 faculteit. Wat neerkomt op, nou, 3 faculteit is 6, 2 faculteit, 2 keer 1 is 2. Dus je deelt 9 faculteit door 12. Komen we uit op 518.918.400 mogelijkheden. Nou, dit was een voorbeeldje mee en dit kunnen we nog wat gecompliceerder maken. En dat zul je vast en zeker tegenkomen in je leerboek. Tot in de volgende video.